Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de Dart Podcast van Nederland achter de Okkie. Mijn naam is Mike Hooiveld en tegenover mij zit vandaag Pim Huberts. Pim, goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Ja, Pim, ik zou zeggen, stel je even voor, want je bent nieuw in deze podcast. Ja, nee, is goed. Ik ben ook redacteur, zoals je dat mooi kan zeggen, bij Darts Actueel. Ik was er vanaf het begin bij. Dus, ik ben zelf ook fanatiek darter. Ik heb ook op de NDB gegooid bij de jeugd. Dus, ik heb er zin in. Nou, mooi. Laten we dan maar meteen beginnen met de opvallendste dingen van deze maand. Ja, ik denk toch wel dat we het echt even over de borden moeten gaan hebben. Ja, dat vind ik ook wel een goed idee. Er is iets mis aan die borden, dat kunnen we zeker wel zeggen. Michael Smith is, ik denk, het beste voorbeeld van dat er iets mis is. Hij heeft al een beetje zo'n losse gooistijl, maar als je ziet hoeveel bouncers hij heeft met die borden, dan zie je verder nog bij veel meer spelers hoor. Maar ja, er zal iets moeten veranderen, denk ik. Ja, je ziet echt dat die Michael Smith werd echt gewoon kwaad. Die was echt boos. In de vorige podcast hebben we het ook kort over gehad. Maar nou was hij, na de vorige Euro Tour, was hij echt not amused. Nee, dat klopt. En dat snap ik ook wel. Als jij als darter soms wel een paar beurten achter elkaar dat er een pijl uitvalt, dan is er toch echt iets mis met die borden. Maar ja, hoe ga je dat veranderen? Want ik neem aan dat die fabrikant van die borden, de Unicorn, die zal hun uiterste best doen om gewoon een goed bord daar neer te zetten. Dus wat je daartegen moet doen is heel moeilijk, denk ik. Ja, maar ja, hoe lang is Unicorn hier natuurlijk al mee bezig? Want het is niet iets wat pas een maand speelt. Het is dat het nu vanaf een maand pas echt naar buiten komt. Maar dit speelt natuurlijk al veel langer. Ja, klopt. En misschien is dan ook wel een idee voor als PDC zijnde van, hé jongens, we geven jullie nog, weet ik veel, een toernooi de kans. Of we gaan nog een paar weken met die borden verder. En dan stoppen we er gewoon mee. Want ik denk, je bent een professionele bond, ben je. Ja, dan moet je op zijn minst gewoon kwalitatieve borden hebben. En dan moet je gewoon overstappen naar andere borden als dat beter is. Ja, het schijnt ook dat spelers hun mening hebben moeten geven. Nou ja, hopen dat daar in ieder geval wat uitkomt. Wat in ieder geval wel zojuist naar buiten is gekomen, dat de BDO per augustus op 180 borden gaat spelen. Ja. Dus ja, dan is eigenlijk meteen de volgende vraag. Zal de Wim naar de PDC trekken? Dat is zeker nu wel een optie, denk ik. Als de ene bord, als hij het niet goed doet, dan zou ik als PDC kijken naar het andere bord. En de winmouw valt nu dus weg, blijkbaar bij de BDO. Dus alle kansen voor de PDC om lekker die winmouwborden gewoon te gaan testen. Ja, zelf gooien we allemaal ook op winmouwborden, bij de meeste ook thuis. Ik denk ook de meeste luisteraars wel. Ja, ik denk toch dat wel kwalitatief een van de beste borden is die er op de markt is. Dat denk ik wel. Wimau is natuurlijk een hele bekende naam in het darten, misschien wel de bekendste. Dus goede dartborden maken, dat kunnen ze wel prima hoor. Nou, dan hebben we in ieder geval even over de borden gehad. Over de matchplay gaan we het later hebben, dat is de loting. We gaan eerst even terugblikken op wat er de komende tijd is gebeurd. We beginnen even met de televisietoernooien. Ja. Daar hebben we op de US Darts Masters. Daar, de eerste ronde, geen verrassingen. Alle acht geplaatste spelers gingen vrij makkelijk door. Mm-hmm. Alleen Peter Wright die kwam licht in problemen. Maar dat mocht niet baten, want die ging ook gewoon door. Dan in de ronde daarna, was eigenlijk meteen de eerste pot, was Michael van Gerwen tegen Michael Smith. Dat was niet geweldig van beide mannen. Nee, en dan zie je toch weer dat Michael van Gerwen, die in die eerste ronde prima staat te gooien tegen die Darren Young. Maar dan komt er een beetje druk op. Michael Smith, die staat ook niet geweldig te gooien. En dan is het toch wel bijzonder dat Van Gerwen zo'n wedstrijd niet weet af te maken en gewoon die wedstrijd verliest. Met een gemiddelde van een kleine 89. Nou, dat is gewoon een slechte wedstrijd voor Van Gerwen. Ja, vooral omdat Van Gerwen de dag ervoor nog een beetje Smit aan het uitdagen was. Van Smit heeft geen zelfvertrouwen en hij is op de sukkel. En zelf gaat hij er nu, ik vind best wel hard af. Want eigenlijk Smit die kwam pas in de laatste twee lessen echt op zijn eigen niveau. Ja. En toen liep hij eigenlijk vrij makkelijk weg. Ja, ik vind het erg jammer. Maar die Smit die trouwens de wedstrijden daarna in de halve finale en in de finale staat hij weer gewoon geweldig te spelen. Die finale die verliest hij dan wel tegen een nog betere Nathan Aspinall. Maar ja, zeker niks op aan te merken, Michael Smith hoor.
Ik denk dat hij zijn vorm langzamerhand echt wel aan terugpakken is. Ja, ik denk dat Van Gerwen hem zelfs een beetje terug heb geholpen in die vorm op deze manier. Maar ja, Zou best eens kunnen. het Ja. is natuurlijk wel een World Series toernooi. Het is een demo toernooi. Het is niet. Het is eigenlijk, je speelt eigenlijk voor je eigen bonus. Dus ja, of Van Gerwen hier heel erg mee zal gaan zitten, dat weet ik niet. Nee, ik denk dat Van Gerwen een leuke vakantie heeft gehad. En nou, je ziet al aan zo'n zaal in Las Vegas. Ik bedoel, we hebben dit weekend de German Darts Masters gehad. Zullen we het zo over hebben. Maar als je die zalen met elkaar vergelijkt, ja, dat is echt een wereld van verschil. En ik denk dat, dat de spelers dat ook echt wel voelen, hoor. Wat het vorige volgende opvallende wedstrijdje, dat was eigenlijk meteen de wedstrijd erna. Dat was toch waar de kenners in de liefhebbers veel naar uitkijken. Dat was Garen Price tegen Gary Anderson. Ja, die kennen we natuurlijk van het akkefietje dat Price lekker ging schreeuwen. Ik weet niet meer precies welk toernooi dat ook weer was. De finale van de Grand Slam of Darts afgelopen jaar. Dat Anderson hem ook nog een deal verkocht. Ja, ze waren allebei, al zit ik denk ik toch wel in het kamp Gary Anderson. Ze waren allebei niet helemaal goed bezig, denk ik. Maar spektakel was in ieder geval, dat zou er in ieder geval gebeuren vooraf, zei men. En nou, volgens mij is het een prima wedstrijdje geworden, hoor. Het was zeker spektakel. Price die trok zich niks aan van Anderson. Tot een, nou, als blikken konden doden, dan had Anderson in het begin Price zeker vermoord, denk ik. Want die keek echt niet blij dat Price weer aan het schreeuwen was. Nee. Maar uiteindelijk komt Anderson er dan ook in. En dan wordt het volgens mij ook nog 6-6. Ja, wordt inderdaad nog 6-6, dat klopt. En ja, dan trekt Price toch naar zich toe. Is dat dan toch wedstrijdritme wat bij Anderson onderbreekt? Of het idee van ik ben in Vegas, het is allemaal een worstwezen. Ja, ik denk beide. Gary Anderson heeft sowieso al een beetje een handje van toernooien die me eigenlijk niet zo heel veel interesseren. Op die Players Championship toernooien, daar komt hij niet eens meer. Maar er moet natuurlijk niet niks tegen Gary Price die gewoon met zijn vechtlust gewoon een goede wedstrijd gooit en hem, ja, gewoon Gary Anderson eruit gooit. Dat is ontzettend knap. Ja, nou, op de Play Championship komt hij nog wel, maar ik denk dat je de Euro toe bedoelt. Daar komt hij ja, niet meer. Oh ja, sorry. Ja. Nou, en voor de rest, dan gaan we eigenlijk naar de man van het toernooi, denk ik wel. Hij maakte meteen in de eerste ronde indruk. Nathan Aspinall. Ja, ik had het niet verwacht, moet ik zeggen. Dat hij zo goed was. Als ik hem zo kijk, in de eerste ronde gooit hij dan 98 gemiddeld en de rest van het toernooi boven de 100 gemiddeld. Dat is gewoon echt ontzettend goed. En nou ja, je zit misschien wel in Las Vegas op een toernooi dat eigenlijk niet echt meetelt. Maar je moet wel gewoon tegen de wereldtoppers. En nou ja, als je van Rob Cross kan winnen en van Peter Wright kan winnen. En dan in de finale nog van Michael Smith kan winnen met een geweldig gemiddelde. Dan ja, dat is gewoon echt goed. Maar ja, ik ben benieuwd wat hij de rest van het jaar nog gaat doen, die Nathan Aspinall. Kijk, het is dan wel een demo toernooi. Het is nog wel een demo toernooi, maar hij wordt in de halve finale wel echt flink onder druk gezet door een enorm sterke Peter Wright. Klopt. Aspinall gooit zelf 104,21 gemiddeld. Krijgt matchdarts tegen, overleeft die. Ja, ik vind dat toch wel knap voor zo'n jonge jongen die een tijdje terug nog wou stoppen. Nou ja, dat is, het is ook heel knap van die Nathan Aspinall. Maar ja, wat ik net al zei, het moet nog wel allemaal gebeuren, ook op de vloer. En op de Eurotour toernooien, want daar gebeurt het nog niet helemaal voor die Espanol, maar ja, er zit zeker echt wel goede darten in de jongen. Nou, zoals we als Heeg hebben gezegd, Nathan Espanol won in een hele mooie finale, vooral de eerste vier legs waren spectaculair van beide mannen, boven de 130 gemiddeld. Hij versloeg Michael Smith in die finale, nou, Van Gerwen natuurlijk vroeg uit. Ja, dan denk je natuurlijk week later, we gaan naar Duitsland toe. Afgelopen weekend, German Darts Masters. En dan toch eerste ronde, Marin Schindler. 5-1 voor. En dan? Ja, ik blijf het toch. Ja, het is ongelooflijk eigenlijk van Van Gerwen. Hij kan weer zijn niveau niet bereiken. Hij gooit nu, nou, een gemiddelde van de 91,75. Nou, dat is gewoon niet hoe we Van Gerwen kennen. En Martin Schindler gewoon voor zijn eigen publiek. Blijft hij doorgaan tot het einde. En dat heeft hem uiteindelijk tot de winst geleid. Ja, maar 5-1 voor.
En dan toch nog weggeven. Dat is niet des Van Gerwens. Nee, ik denk dat het ook prima omschrijft hoe Van Gerwens' vorm nu op dit moment is. Want Martin Schindler, ja, laten we heel eerlijk zijn, dat is echt niet een geweldige darter. En als je dan ook nog eens 5-1 voor staat, ja, dan is er toch echt iets mis bij de Nederlander. Nee, Schindler zakt inderdaad dit jaar al erg op de wereldranglijst. Hij heeft nog niks gepresteerd dit jaar. Ja, goed, maar Van Gerwen is uiteraard niet de enige Nederlander die in actie stond. Hij was terug van vakantie, Raymond van Barneveld. Ja, als Raymond van Barneveld op vakantie is, dan weten we het al. Tenminste, als je ze instaal volgt in ieder geval. Want nou ja, iedere dag komen er in ieder geval wel 5 foto's van dat hij weer ergens staat te poseren. Maar ja, Van Barneveld is denk ik gewoon op. Ja, die gaat zijn laatste toernooitje spelen op het WK. Moet ik nog maar zien of hij de eerste ronde doorkomt. En dan gaat hij lekker heel lang vakantie vieren, denk ik. Ja, nou, je zag wel dat de focus er was, maar je zag gewoon dat de trainingsarbeid mag er echt nog wel even inkomen. Maar ja, goed, hij speelt aankomende week speelt hij ook weer Player Championship, dus hij wil wel. Dat getuigt wel van enige doorzettingsvermogen. Ja, en die andere verrassing natuurlijk in de eerste ronde, Nico Kurz. Ja, ik vond echt mooi om te zien. Hij heeft gewoon een mooie stijl. Hij is echt een jonge jongen. En ik moet eerlijk zeggen, ik had nog niet. Ik had wel van zijn naam gehoord. Maar dat hij zo kon spelen en zo steady ook. Want ook in de tweede ronde, gewoon boven de 90 gemiddeld. Maakt hij ook een mooie wedstrijd tegen Peter Wright. En nou ja, als je Gary Anderson kan verslaan met een mooie 170 finish ertussen. Nou, dan is dat echt wel goed hoor. Ja, het leek over Ellison het wel mooi van die stond erachter met het idee van, zo, wat krijg ik nu tegen? Hij had het niet echt verwacht. Nee, maar ik denk dat ja, zeker op zo'n toernooi als deze mag het ook wel. En nou ja, die Duitsers überhaupt op de German Darts Masters hebben gewoon echt goed gepresteerd. Ja, dan kunnen we het ook nog wel even hebben over Max Hopp, die het hoogste gemiddelde van het toernooi gooit en alsnog de wedstrijd verliest. Dat blijft ook bijzonder. Ja, je ziet Max Hopp hebben we weinig gezien dit jaar. Daar gaan we echt nog even op terugkomen. Zeker bij de vooruitgang op de World Best Play. Ja. Die zie je heel weinig dit jaar. Maar ik denk toch, over die Duitsers gesproken. Dit is toch samen met die in Australië. Staan hier wel echt goede spelers aan. Ik denk dat hier toch wel echt betere spelers staan. Als bijvoorbeeld in een Shanghai of in een Las Vegas. Dit zijn echt jongens, de helft heeft sowieso een tourkaart, of speelt Challenge Tour, Development Tour. Deze jongens spelen echt, echt op hoog niveau, week in, week uit. En niet zoals in Las Vegas bijvoorbeeld. Dat er een paar jongens die vanuit een kwalificatietoernooi komen, die de dag ervoor is, even op tv mogen spelen. En die er eigenlijk bijna allemaal keihard afgaan. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. En nou ja, wat inderdaad anders was, is dat. Volgens mij die kwalificaties waren van de German Super League en dan Max Hopp en Schindler als eerste en tweede gerankte Duitse speler op de PDC wereldranglijst neem ik aan. Dus dan heb je eigenlijk al spelers die sowieso goed zijn, die over het algemeen al goed zijn en niet spelers die op een kwalificatietoernooi een keer een goede dag hebben, zeg maar. En nou ja, ik denk dat je sowieso aan dit toernooi goed kan zien dat het feit dat de PDC in Duitsland steeds meer toernooien gaat organiseren, dat het ook echt dat het werkt en dat die Duitsers steeds beter worden. En dat er steeds meer Duitsers zeg maar naar de oppervlakte van de PDC-top komen. En nou, het beste voorbeeld is daar Gabriel Clemens van, want die heeft een geweldig weekend gehad. Ja, die heeft zeker een geweldig weekend gehad. Verslaat er even van Barneveld. Maar het is geen gerekt toernooi en Raymond heeft hem dit jaar wel gepakt op de Eurotour. Ja. En kwam net terug van vakantie, dus ik denk dat hij gewoon heel veel geluk heeft gehad in de eerste ronde. Waardoor hij een enorme vertrouwensboost heeft gekregen. Ja, en dan komt hij in die tweede ronde tegen Rob Cross. Ja, en daar staat hij gewoon een goede wedstrijd te spelen. Met nog net niet 100 gemiddeld. Ik denk dat Cross die zal flink balen dat hij hem verliest, dat hij die wedstrijd verliest. Het zal bij de dubbels hebben gelegen. Maar ja, Crossi kan daar eigenlijk gewoon ook niks aan doen dat hij deze wedstrijd verliest, denk ik. Cross had 105 gemiddeld, Clemens 99. Ja, ik zie het toch de laatste dat vaker bij Rob Cross. Hoog gemiddelde, maar het niet afmaken. Ja, dat blijft toch wel bijzonder, vind ik dan. Hè?
Want die Cross die speelt inderdaad altijd wel goed. Altijd een mooi gemiddelde. Maar hij verliest inderdaad steeds vaker. De titel dit jaar heeft Rob Cross ook nog niet gehaald. Hij heeft nog geen prijs gewonnen. Dus ja, hoe het verder met Rob Cross gaat. Ja, hij moet gewoon lekker doorzetten en wat beter finishen. Ik denk dat het dan alsnog wel komt bij Rob Cross. Misschien op het aankomende WK. Dat we dan Rob Cross juist weer gaan opleven. Dat zie ik nog best wel voor me. Ja, ik zie het ook wel gebeuren, maar hij verdedigt toch veel dit jaar. Hè? Kijk, de matchplay daar nog niet. Vandaag is hij de twee keer eerste ronde uitgegaan. Maar ja, als je dan natuurlijk naar een EK gaat. En voor mij verdedigt hij heel veel halve finales en finales. Ja, als hij dat niet haalt, dan gaat hij wel flink zakken op de Order of Merit. Ja, ik denk. Ja, dat zal iedereen hebben met een goed jaar. Rob Cross heeft vorig jaar natuurlijk een geweldig jaar gehad. En het jaar daarvoor. Dus. Ja, dan zul je altijd wel wat verliezen. Maar ik denk dat Rob Cross echt wel nog in ieder geval in de top 16 kan blijven. En ik denk ook wel een top 10 speler nog. Het is zeker een Premier League speler. En ik denk dat hij zich ook wel heeft bewezen afgelopen jaar. Door daarin te staan. Verder een hele rare gebeurtenis in de halve finale. In de kwartfinales. Wat was er met Daryl Gurney aan de hand? Ja, dat verbaasde mij ook. 8-0 verliezen van James Wade met een gemiddelde van 74,78. Nou ja, dat wordt gegooid op de dinsdagmiddag in de competitie. Of in de dinsdagavond in de competitie. Ja, dat kan iedereen gooien. Hoe dat kan, geen idee. De ronde daarvoor staat hij nog 23 punten meer te gooien. 97 gemiddeld tegen die Christian Bunsen. Dus ja, het is niet zo dat hij al slecht begon aan het toernooi of zo. Maar ik denk dat hij gewoon halverwege de wedstrijd heeft opgegeven. En maar wat heeft lopen doen. Maar ja, dat verwacht je toch niet van een Daryl Gurney. Die dit jaar ook gewoon prima heeft gegooid uiteindelijk. Ja, je ziet Daryl Gurney heeft dit jaar ook eerder tegen James Wade en Whitewash gehad. Dat was in de Premier League. Ja, zal hij ook nog mee gaan spelen? Het zal sowieso in zijn hoofd zitten, maar ja, een whitewash, ik denk dat eerder een wedstrijd die je nipt verliest, dat die eerder in je hoofd komt te zitten dan een whitewash. Want ja, een lekje pakken, je kan eigenlijk altijd wel een lekje pakken van iemand. Als je gewoon als Daryl Gurney zijnde een normale 90 gemiddeld speelt, al speel je 85 gemiddeld, dan kan je heus een lekje tegen James Wade pakken. Dus ik denk dat dat niet per se in zijn hoofd zat, maar ja, wat er dan wel in zijn hoofd zat, geen idee. Nou, in de halve finale trekt Peter White James Wade. Die knikken James Wade eruit met 8-4. Mesa Sujovic verliest toch een beetje van de local hero Gabriel Clemens. Ondanks dat hij gewoon een toolkaart heeft en ook al een paar keer op de Euro toe te zien is geweest. Ja, en dan toch wel een mooie finale in mijn ogen. Trekt Peter White toch naar zich toe en zo pakt Peter White zijn eerste titel van 2019. Ja, en dan zie je dat Peter Wright, ondanks iedereen die zegt van ja, die Peter Wright, dat moet allemaal nog gebeuren, die wint nooit iets. Nou ja, hij gooit ook niet per se geweldige gemiddeldes. Maar ja, als jij als Rob Cross, Gurney en Wade de finale niet haalt en maar wedstrijdjes verliest, ja, dan kan ook gewoon Peter Wright binnen. En dat hoeft niet per se op een geweldige manier, maar hij doet het wel gewoon. Nou, Gabriel Clemens staat momenteel 56ste van de wereld. Ja, hoe ver denk je dat zo'n jongen nog kan komen? Als je ziet dat bij Schindler is het na een jaartje gestopt. Hop is een beetje op de sukkel. Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen. Ik denk dat Gabriel Clemens op dit moment echt wel de beste Duitser. Of de beste darter van Duitsland is. Hij staat nu 56ste, zei je. Maar ja, het zal misschien een top 32 speler worden op een gegeven moment. Maar ik denk niet dat hij meer dan dat gaat worden, hoor. Nou, dan heeft Peter Wright, die heeft dus de German Darts Masters gewonnen. Er zijn er in de afgelopen tijd ook nog twee Eurotours gespeeld. Eentje in Denemarken. Dave Chisnell won daar van Chris Dobie in de finale met 8-3. Sinds lange tijd pakt Chisnell dan toch weer een titel. Ja, ik verbaas me daar ook in. Sowieso dat die finale, wie had die finale gedacht überhaupt? Chris Dobie, die zie je ook niet zo vaak in een finale van een Eurotour. En nou ja, ik weet niet of Dave Chisnell dat dit al als de comeback kan gerekend worden. Maar ja, je kan hem zeker nog niet afrekenen.
Chisholm. Maar hij heeft ook al dit jaar een paar Player Championships gewonnen. Dus ik denk zeker dat hij terug is. Maar ik denk dat dit ook een beetje het niveau aangeeft dat het in de dartwereld... Het is niet meer alleen Michael van Gerwen. Er zijn er ook meer jongens die toernooien kunnen gaan winnen. En ik denk dat het op de tv-toernooien alleen maar spannender gaat worden. Ja, en dat is alleen maar leuker voor de, voor de kijker. Om inderdaad gewoon ook andere mannen in de finales te zien. En wedstrijden zien winnen, toernooien te zien winnen. Ja, de Eurotour daarna, dat is eigenlijk een aparte geweest. We gingen voor het eerste keer gingen we naar Praag voor de Chess Darts Open. Jamie Hughes won daar in de finale tegen Stephen Bunting. Ja, Hughes hadden we misschien wel een beetje zien aankomen, maar Stephen Bunting, zomaar weer terug in de finale. Nou ja, eigenlijk een beetje hetzelfde als die Danish Darts Open. Twee namen die je niet per se in de finale verwacht. Ja, Jamie Hughes is, zie je misschien wel aankomen, maar alsnog echt geweldig wat hij in zijn eerste jaar van de PDC weet te presteren. Om een Eurotour te winnen, nou, dat is misschien nog wel beter dan Glenn Durren die een Players Championship weet te winnen. Ja, en met name leuk dat ze, ook, dat ze het in Tsjechië hebben gedaan. Je ziet ook dat het ook leeft in Tsjechië. Veel deelnemers op het kwalificatietoernooi. Voor die home nation qualifiers die Tsjechen. Helaas was het niveau op de Eurotour van de Tsjechen dan weer wat lager. Alleen Karel Sedlacek, die weet dan nog net een wedstrijdje te winnen. Maar ik vind het in ieder geval leuk dat de PDC het gewoon lekker probeert in Tsjechië en lekker probeert in Denemarken. Dus ze zijn daar in ieder geval goed op weg. Ja, wat wel frappant is daar zo op die Eurotour. Het was 63 graden podium. Mervyn King is na de wedstrijd tegen Simon Whitlock flauwgevallen. Ja, oh. Het zijn niet ideale omstandigheden om uit de darten dan. Nee, nee, zeker niet met, als het zo warm is op het podium. Maar ja, ik denk dan dat iedereen heeft het warm, iedereen heeft er last van. Ze zullen het ermee moeten doen. Het is niet alsof ze moeten gaan bewegen of zo. Alsof ze moeten gaan sporten in één keer. Dat ze, ja, ze zullen heus wel flink gaan zweten. Maar ja, dat mag ook wel een keer als darter zijn, denk ik. Ja, je zag King vooral echt chockend over het podium gaan. Die werd er echt niet vrolijker van. Ron Meulenkamp, die kwam tot de finale dag. Net als Jermaine Wattimena en Danny Noppert. Ik denk dat Meulenkamp weer goed in vorm is de laatste tijd. Ja, en ik vind het ook leuk om te zien dat hij dat hij in vorm is. En dat hij steeds meer wedstrijdjes wint. Ook op de vloer wint hij gewoon zijn wedstrijdjes. Het echte toppunt moet nog komen, denk ik. Maar Ron Meulenkamp is volgens mij lekker bezig. En ja, gewoon doorgaan, zou ik zeggen. Nou, over Ron Meulenkamp gesproken, gaan we meteen door naar Player Championship 17. Die wint dan Christoph Ratajski in de finale van Nathan Espedol. Mm-hmm. Maar Meulenkamp staat in een halve finale. Nou ja, daar zie je dus al aan een halve finale op een Players Championship. Dat haal je echt niet zomaar. Dan moet je echt meerdere wedstrijden achter elkaar goed aan het darten zijn. En dat is hij blijkbaar aan het doen. Dus ja, nu is het gewoon het doorzetten en die lijn vasthouden. Om vervolgens juist weer, zodat we Ron Meulenkamp weer op de majors gaan zien. En lekker op tv weer kunnen aanschouwen. Nou, dag erna won James Wade Player Championship 18 in de finale tegen José de Souza. Ja, de Souza speelde de laatste tijd wel heel erg goed. Staat 77ste van de wereld, maakt op de Eurotour ook hele goede stappen. Ja, waar ligt de piek van zo'n jongen? Ja, dat vind ik ook moeilijk in te schatten hoor. Want die de Souza, die volgens mij hadden die zijn tourkaart op Q-School nog maar net. Dus ik, ja, je had hem wel eens op het WK gezien een aantal jaar geleden. Ja, ik dacht het is gewoon zo'n exoot als een John Michael van Griekenland. Maar deze Portugees is blijkbaar nog beter dan... Die Portugees is eigenlijk gewoon hartstikke goed. Je zou zelfs wel kunnen zeggen dat hij gewoon de beste is van dat gebied met Spanje erbij, zeg maar. Want die Alcinos en die Reyes die presteren helemaal niks meer. Maar inderdaad, de Souza die doet het en op de Eurotour, heeft hij het al een keer laten zien. En dan een finale op de Players Championship. Ja, die is echt lekker bezig. Ja, dan hebben we het over de Player Championship gehad. Even kort naar de Challenge Tour. Gisteren won Cody Harris Challenge Tour 9. En Nick
viel wel met 5-1 van Nathan Rafferty in de finale van Challenge Tour 10. Mm-hmm. Vandaag worden Challenge Tour 11 en 12 gespeeld. En daar zullen we op de volgende podcast zeker even wat meer op terugkomen. Dan was het tijdens de Las Vegas Darts Masters werd ook het North American Championship gespeeld. De Amerikaan Danny Begich versloeg in haar spannende finale Jeff Smith met 6-5. Hij kwam in die finale 4-1 voor. En hij mag zich daarmee als eerste qualifier opmaken voor het WK. Ik vond toch, ik heb ook een stukje gekeken s'nachts. Het was toch wel een goed niveau voor iemand die niet een tourkaart heeft. Jongens die nooit in Europa komen. Ja, nee, dat klopt. Ik had nog nooit gehoord van die Daniel Begich. Maar hij kan wel degelijk darten. Je ziet ook, als je kijkt naar de US Darts Masters, waar hij ook meedeed. Dat hij gewoon een keurig gemiddelde gooit tegen Daryl Gurney. En ook nu tegen Jeff Smith. Ja, Jeff Smith is eigenlijk wel... Die won deze qualifier vorig jaar. Die werd vorig jaar Noord-Amerikaans kampioen. Dat is gewoon eigenlijk de beste darter van Noord-Amerika. In ieder geval de bekendste. Het is een soort ambassadeur van de darten. Dus ik had hem er zeker gegund, Jeff Smith. Maar des te knapper dat hij Danny Begich gewoon die Canadees verslaat. En bijzonder ook dat een Amerikaan dit toernooi weer gewoon een keer wint in plaats van een Canadees. Ja, heel mooi voor die Danny Begich. En we gaan hem zeker zien op het WK in december. Daarna gaan we naar de Azië Tour. Ja, en daar is toch wel echt wat moois gebeurd. Laurens Ilegan, niet bepaald de vriend van Vincent van der Voort na dit WK. Gooit een 9-darter in de finale tegen Nomalik Dem. Met een gemiddelde van 110 in de finale. Ja, je ziet toch wel dat zeker de Azië Tour het niveau enorm hoog legt. Ja, ik vind het aan de ene kant nog best verrassend. Want je ziet... de Scandinavische Tour en de Baltische Staten Tour, de PDC en B-Tour, daar, die bestaat al even. Maar daar wil het nog niet helemaal lukken met de deelnemersaantallen überhaupt en de gemiddeldes. Maar die Azië Tour die is meteen populair geweest vorig jaar. En zeker ook een goed niveau. Soms in de eerste rondes is het nog wat minder natuurlijk, maar... Er zitten echt goede darters bij. En met name inderdaad die Laurens Ilegan. Die gewoon twee keer van zijn koppelmaat Nomalik Dem uit de Filipijnen wint. Ja, dat is gewoon echt goed. En die 9-darter hebben we ook al vaker gezien van Laurens Ilegan. Ja, dat had je vooraf niet kunnen zeggen van het Aziatische darten, denk ik. Nee, zeker dag en avond slaat Ilegan, zoals je al zei, weer zijn koppelmaat Nomalik Dem. Ja, zullen die jongens niet naar de Q-School moeten aankomen in januari? Ja, als ik hun was, dan zou ik het gewoon lekker niet doen. Ik denk dat zij genoeg kunnen verdienen in Azië. Op de softtip toernooien en nu dus ook met die Aziatische Tour. Ik denk dat het echt niet mogelijk is om te zeggen tegen die Aziatische spelers van... Oh, kom allemaal maar in Engeland spelen en vlieg maar een paar keer, vlieg maar 20 keer heen en weer op een jaar... Ik denk dat de PDC moet gewoon lekker die Aziatische Tour uitbouwen. En misschien kan je juist meer Aziatische toernooien gaan doen. En een soort mini PDC in Azië maken. Bijvoorbeeld door gewoon ook daar Players Championship te spelen. Theoretisch gezien ook daar Eurotours in alle landen te doen. En dan daar een soort WK-ticket aan te verbinden. Ik denk dat je eerder met zulke gedachten moet gaan denken. Ja, maar als jij natuurlijk 110 gooit in de finale en een paar keer een 9-darter, ja, hoor je dan gewoon niet thuis op de World Matchplay, op een World Grand Prix? Want nu zien we ze eigenlijk alleen op het WK. Ja, en dat is ook zeker het moeilijke. Toch vind ik dat die Ilegan en die Nomalik Dem, die kunnen wel darten, maar je ziet ze ook met de World Cup of Darts. En op het WK, dan gooien ze zeker wel goed. Gewoon een keurige 90 gemiddeld, maar ik denk dat het vaker nog net niet goed genoeg is om echt constant te presteren. In ieder geval op de tv-toernooien. Nou, je ziet bijvoorbeeld ook op het WK tegen een Vincent van der Voort komt hij gewoon echt tekort. Vincent speelde wel goed, maar het was ook niet super van Vincent, maar dan komt hij wel tekort. Ja, nee, dat klopt. Maar zeker zo'n Laurens Ilegan en een Nomalik Dem, die zouden dat ook wel kunnen. Maar als je dan... een paar plekken nog naar beneden kijk, dan wordt het niveau ook wel weer een stukje lager. En die zijn dan echt minder of niet goed genoeg voor de PDC. Kijk, een Paul Lim, ja, heel eerlijk, die is ook niet goed genoeg voor de PDC. En dan zien we nog een Saigo Asada.
Die kunnen we misschien nog wel terugzien. Die heeft al wel eerder aangegeven misschien Q-School te gaan geven. Dus, of te gaan spelen. Dus dat zijn inderdaad mannen die het niveau wel aankunnen. Maar ja, om dan middenmoot PDC te gaan spelen of de beste te zijn in Azië. Dan zou ik gewoon lekker op Azië gaan richten. Ja, nou, na 12 toernooien staat Ilegan, Malik Dem, Paul Lim en Sango Asada staan op een WK-plek. Wat toch wel opvallend is, is dat Roy en Lam buiten een WK-plek staan. Maar ja, goed, we hebben natuurlijk nog 4 toernooien te spelen. Er is niet in de ranglijst heel veel meer mogelijk. Zeker in de eerste paar posities niet. Maar er zal zeker voor de 4e plek zal nog wel een wisseling kunnen plaatsvinden. Maar ik denk dat als we deze naam op het WK gaan zien, dat zal heel prachtig, heel mooi wezen. Ja, dit zijn gewoon echt de beste Aziatische darters. En kijk, wat je vorig jaar natuurlijk wel zag, is dat, of dat dit jaar ook weer is, dat weet ik niet. Maar het Japanse nationaal kampioenschap, dat werd toen ook als qualifier voor het WK gespeeld. En daardoor pakte Saiko Asada, die al in de top 4 stond, die pakte toen het kampioenschap. En daardoor, ik weet niet wie het was, het zou best dat Roden Lam dat ook was. Die kon al eens een plekje naar boven schuiven en de nummer 5... Die pakte dus alsnog een WK-ticket. Dat zou natuurlijk nu ook kunnen gebeuren. Maar ik weet, ja, de regels voor het kwalificeren voor het WK, dat verandert ieder jaar. Dus of dat dit jaar is, dat weet ik ook niet. Nou, dan sluiten we heel kort de PDC even af. Dan gaan we even de BDO en de WDF overlopen. Even heel kort. De Engeland National Singles werd gewonnen door Wesley Harms bij de mannen. Nou, toch niet echt verrassend dat Wesley Harms weer een toernooitje wint. Goed voor hem, is een goed jaar bezig. Bij de vrouwen won de Engelse Greaves met 4-2 van haar landgenoten. Op de Engelse Land Open won Jim Williams van Wayne Wern met 6-1. En eveneens won die Bo Greaves, net als de dag ervoor, bij de dames. Dan werd het de Six Nations werden gespeeld in Assen. Die heb jij een beetje gevolgd. Ja, klopt. Daar heeft Nederland in ieder geval bij de mannen lekker gepresteerd. Ze hebben de titel gepakt. 13-5 tegen Wales werd het. En bij de vrouwen pakte Engeland de overall titel door 5-0 te winnen van Noord-Ierland. De singles werden ook gespeeld. Daar was Nederland wat minder in. Jim Williams won daar de titel. En bij de vrouwen won Ryan O'Sullivan de titel. Wat me wel opviel bij de Six Nations team event is dat het niveau van de vrouwen, met name ook bij landen als Schotland en Wales, dat het gewoon echt heel erg laag is. Dat verraste mij wel. Ja, het is natuurlijk Nederland en Engeland staat daar enorm aan de top, samen met die Australische. Ja. Daar houdt het eigenlijk ook wel een beetje op. Ja, maar ik vind dat toch wel jammer. Je denkt, in Schotland is het dart ook best populair, in Wales ook. Waarom kunnen nou gewoon niet gewoon goede vrouwen opstaan en die gewoon lekker met het niveau mee kunnen doen? Maar dat was echt diep amateurniveau wat daar gespeeld. Dus als je een vrouw bent en je bent aan het luisteren en je kan een beetje darten, zet vooral door, want er zijn genoeg kansen. Er zijn zeker genoeg kansen, ook met de 2 plekken op het WK. Verder is het EK bij de jeugd gespeeld van de WDF. Bij de jongens, nou ja, niet geheel verrassend, worden Leighton Bennett. Met 3-1 in sets van de Nederlander Jurriën van der Velde. Marcel Bust en Luc van der Kwast, die gaan bijna met een bronzen medaille naar huis in het singles toernooi. Mm-hmm. Bij de meiden verloor Lorena Rietbergen in de finale van Tamara uit Hongarije. Het koppeltoernooi bij de jongens, dat was wel een Nederlands succes. Dat was Van der Velde en Van der Kwast, die wonnen met 4-1 van Tsjechië. Het koppeltoernooi bij de meiden stond Nederland helaas niet in de finale. Engeland won die van Schotland. Nou, dan is bij de NDB, het jaar zit erop. En bij de heren, landelijke competitie bij de heren is gewonnen door Dartbond DVO. Bij de dames door Dartbond RDB. En bij de jeugd ook weer door Dartbond DVO. Bij de Super League. Bij de overgangsklasse A van de Super League gaan over de Dissel uit Staphorst. De kampioenen Super League overgangsklasse B is Red Alert uit Tilburg. En de kampioenen Super League overgangsklasse C, Dartshop Leiden uit Leiden. Verrassend. De Nederlandse bekerkampioenen. Dat zijn geworden de Marvels met de volgende spelers. Mike van Duivenbode,
Elvin Geerlof, Danny van Trijp, Wesley Plaschier, Mitchell von Schuckerman, Jurgen van Hoogvliet en Tom van Herik. Toch valt maar op dat ik daar drie spelers die wij in het PDC-criterium ook zien. Ja, en dat is ook, dat weten misschien mensen niet, maar ook bijvoorbeeld een Raymond van Barneveld, die speelt gewoon ook nog lekker Haagse eredivisie. Dus die mannen, die zie je gewoon lekker ook op lokaal niveau terug. En zeker zo'n team met Van Duivenbo die een tourkaart heeft en Van Trijp en Plezier die we al op de Eurotour hebben gezien. En die dus de bekerkampioen van Nederland werden. Ja, dat is gewoon echt een heel goed team. En zeker ook moeilijk te verslaan voor de andere teams. Nou, dan gaan we nog even naar de divisiekampioen in. Divisie 4 won Plan B. In divisie 3 won de Next Generation. In divisie 2 won de Boemel. In divisie 1 de Bulldozers. Ja, en dan natuurlijk de eredivisiekampioen. Dat is DKE Fifth Division. Met onder andere Jeffrey de Zwaan en Dirk van Duivenbode. Ja, en niet te vergeten ook Mike Zuidwijk en Vincent van der Meer. Dat zijn ook, die horen er ook bij. En dat zijn ook gewoon echt hele goede darters. En je ziet hier ook, als je de Zwaan in je team hebt. En Van Duivenbode en andere toerkaarthouder van der Meer. Dan heb je gewoon echt een heel goed team klaarstaan. En de nou ja, kampioen worden van Nederland, van de Eredivisie. Dat word je echt niet zomaar, ook al heb je al zo'n goed team. Dus ja, ook ongelooflijk knap van dat team. Ja, ik wil wel even opnoemen, dit is in hetzelfde weekend als de Eurotour in Praag gespeeld. Ik vind toch dat een man als Jeffrey de Zwaan naar thuis hoort, nou heeft hij het niet een paar keer niet getroffen in de qualifier, dat hij tegen een enorme goede Rabbi Don Rodriguez kwam te spelen. Maar ook van Dirk van Duivenbo, die had ik toch liever op de Eurotour gezien, als dat hij net zijn beste donderdagavondclubje aan het spelen was voor de competitie. Ja, ja ik denk dat zij er in ieder geval wel heel blij waren dat zij niet op de Eurotour stonden. Of het team dan. Want ik denk niet dat ze zonder Jeffrey de Zwaan en Van Duivenbode kampioen van Nederland zouden worden. Dus, maar inderdaad, zulke mannen zie je liever op de Eurotour dan op op dit toernooi. Maar dan nog, het niveau is ook hier echt wel heel hoger. Dus het is meer dan de klassieke donderdagavond competitie. Nou, dan hebben we alles opgenoemd, denk ik. En dan kunnen we gaan vooruitblikken op het zomer-WK. Het zomer-WK, ja. De matchplay. De matchplay. Nou, we gaan even kort doornemen wie wat te verdedigen heeft. Peter Wright verdedigt een finale. Daryl Gurney een halve finale. Adrian Lewis een halve finale. Darren Webster en Mensah Suljovic een kwartfinale. Dat zal waarschijnlijk voor Mensah niet heel veel impact hebben. Maar ik denk dat Darren Webster zich toch wel echt druk moet gaan maken om zijn top 16 positie. Hele jaar al slecht, heeft bijna niks gewonnen dit jaar. Nee, dat klopt. Maar Darren Webster, je zegt hele jaar al slecht. Ik heb het even opgezocht. De laatste 7 wedstrijden, die heeft hij gewoon verloren. Dus ik denk dat hij er gewoon tegen, hij moet tegen Christopher Tajski. Ja, daar gaat hij gewoon flink vanaf, denk ik. Hij valt, ik denk dat hij dit jaar nog gewoon uit die top 16 valt. En dat hij zijn best moet doen om, nou ja, het WK zal hij wel halen natuurlijk, maar ja, dat zal echt alleen maar door de resultaten van voorgaande jaren zijn, want dit jaar is Webster echt gewoon niet goed genoeg. Nou, dan hebben we Darren Webster gehad. Ik denk een andere man die zich zorgen moet gaan maken. Jackpot, Adrian Lewis. Ja, dat klopt. Adrian Lewis, ook hij. Ja, dat is een man die wisselend speelt. Zijn gemiddelden zijn echt zeker niet om over te spreken. En een halve finale, dat gaat hij echt niet halen. Dus ik denk dat Lewis zijn best moet doen om misschien nog een wedstrijd of een ronde door te komen. Misschien nog 2 rondes om de schade te beperken. Maar meer dan schade beperken wordt het ook niet voor die Lewis. Wat ik wel heel erg vind bij Lewis is, hij wisselt lastig veel van materiaal, vind ik. Het valt de ene keer wel, hij heeft een finale gehaald en gewonnen op een Player Championship toernooi dit jaar. Het zit er wel echt nog in, maar dat komt er niet al dooruit. Nee, ja, je moet ook niet vergeten dat Adrian Lewis heeft ook redelijk recent speelde hij gewoon nog Premier League en hoorde hij bij de beste van de wereld. Ja, dat hij dan in één keer zo teruggezakt is, dat was natuurlijk al even geleden. Hij is wel weer een beetje
teruggekomen. Maar de echte oude Adrian Lewis, die zien we inderdaad nog lang niet terug. Speelt in de eerste ronde tegen een favoriet voor de titel, denk ik al. Het is vroeg, maar hij heeft wel ervaring op grote majors. Glenn Durant. Ja, ervaring op de BDO majors vooral natuurlijk. De PDC majors hebben Glenn Durant nog niet heel erg gezien. Maar zeker op de vloer is hij gewoon echt heel erg goed, die Durant. Dus je mag hem sowieso niet onderschatten. En als het een beetje mee zit, dan is het inderdaad een titelkandidaat. Hij heeft recent van materiaal gewisseld. Hij is naar Target gegaan. Heeft hij nu een pakje meegespeeld op de Eurotour. Het was bijna allemaal boven de 105 gemiddeld. Ik denk dat één wedstrijd op een dag echt in zijn voordeel gaat spelen. Ja, waar ligt de top van deze man? Ja, en ook net zoals die Jamie Hughes. Ze pas zijn eerste jaar op het PDC-circuit. Dus ontzettend knap. En hij staat nu al 64ste van de wereld. Nou, als je dat al in je eerste jaren kan doen, is dat is, dan ben je een goede darter. En dan heeft iedereen rekening met je te houden. Nou, over Jamie Hughes gesproken. Dat is denk ik de spannendste wedstrijd van de zondagmiddag. Michael Smith tegen Jamie Hughes. Ja, klopt. Michael Smith die heeft wel goede dingen laten zien. Maar ook hij kan 100 gemiddeld gooien, maar hij kan ook 90 gemiddeld gooien. Dat hebben we ook op de US Darts Masters gezien. Dus, en zeker die Jamie Hughes, die gooit in ieder geval op de vloer gooit hij bijna standaard 100 gemiddeld. Of dat ook op televisie gaat doen, dat is natuurlijk een hele andere dimensie daar op het podium. Dus ook dat is afwachten, net zoals Glenn Durant. Maar zeker leuk om die mannen nu al in die top 16 van die Pro Tour te zien. En op die matchplay te zien. Ja, nou, de volgende wedstrijd waar we naartoe gaan, dat is Simon Wisselvalligheid Whitlock tegen John Henderson. Ja, Wisselvalligheid kan je zeker wel zeggen over Simon Whitlock. Maar ja, toch, hij heeft wel een Eurotour finale gehaald. Ook niet met geweldige gemiddeldes. Maar ja, John Henderson, die doet op de vloer. Die gaat soms nog wel een paar rondjes verder, een kwartfinale tussendoor. Maar ja, ik denk toch wel dat Whitlock qua ervaring gewoon John Henderson daarvan kan winnen, hoor. Ja. Ja, ik ook. Ik denk dat dat ook met de conditie van Henderson enorm te maken heeft. Warm. Ik zie het hem niet doen. Nee, ja, we hebben Henderson natuurlijk hele mooie dingen zien doen, met name op tv-toernooien. Maar inderdaad, ik denk niet dat het hem gaat worden voor hem. Nou, dan gaan we naar de nummer 1 geplaatst op de Pro Tour Order of Merit. Rapid Ricky Evans. Ja, ook hij haalde een finale op de Eurotour. Maar zien we toch de laatste paar maanden... iets minder presteren op de vloer. Bij hem denk ik dan wel dat zo'n televisietoernooi heel erg goed kan doen. Want die Evans, dat is natuurlijk echt wel een showmannetje. En hij moet tegen Daryl Gurney. Nou ja, dat hebben we gezien. Gurney die kan 90 gemiddeld gooien. Maar hij kan ook 74 gemiddeld gooien. Dus ik zie Ricky Evans eigenlijk wel gewoon winnen van Daryl Gurney. Nou, dan hebben we Rapid Ricky Evans gehad. Dan gaan we naar even snel door wat minder spannende wedstrijden. Johnny Clayton tegen Keegan Brown. Johnny Clayton is niet echt in vorm de laatste tijd. Nee, ook hij heeft zijn laatste 4 wedstrijden verloren. Keegan Brown heeft pas Van Gerwen op de Eurotour verslagen. Dus ik zou zeker Keegan Brown als winnaar aanwijzen. Ja, ik denk ook dat Brown doorgaat. Dan hebben we nog Rob Cross tegen Chris Dobie. Ja, dat denk ik Cross wel, hoor. Ja, hoor. Daar ben ik wel van overtuigd. Ik denk dat dat ook vrij makkelijk naar Cross zal gaan. Dan hebben we Max Hopp. Hebben we afgelopen weekend enorm goed zien gooien. Maar voor de rest hebben we hem weinig gezien dit jaar. Weinig op de Player Championships. World Cup was niet veelbelovend. Ja, dan toch 106 gemiddeld. Wel eigen huis. Ja, wat moeten we er nou van gaan verwachten? Ja, ik... Tegen Dave Chisnall zal dit heel moeilijk krijgen. Maar ja, je moet ook niet vergeten dat Max Hopp, die heeft wel gewoon eigenlijk bijna een Players Championship toernooi gewonnen. In de finale verloor hij toen met 1 lekkie van Harry Ward. Ook zijn eerste toernooi winst. Maar inderdaad, over het algemeen is Max Hopp gewoon niet goed op de vloer ook. En hebben we hem
op televisie nog weinig gezien. Dus ik verwacht wel dat Dave Chisholm nog gaat winnen. Maar ik zou het eigenlijk niet verbazend vinden, met name ook met het afgelopen weekend in ons geheugen, dat Max Hopp gewoon in ieder geval Dave Chisholm het heel moeilijk gaat maken. Nou, even, voordat we in Nederland komen, hebben we nog 3 wedstrijden waar we vooruit gaan blikken. Nathan Aspinall, de koning van de UK Open, tegen Mervyn King. Nou ja, duidelijk. Hè? Hoe Aspinall staat te spelen, is het gewoon een makkelijke winst voor Aspinall, zou ik zeggen. Ja, ik verwacht er toch wel iets meer spektakel, aangezien hij op de Eurotour toch iets wisselvallig is. King af en toe heel goed. Ik denk dat het spannend wordt, maar ik denk wel dat Aspinall naar zich toe gaat trekken. Nou, dan komen we bij The Iceman, Cameron Price tegen Stephen Bunting. Alle twee aan een redelijk goed seizoen bezig tot nu toe. Ik denk Price wel echt even wat beter dan Bunting. Ja. Nou ja, daar zeg je het eigenlijk al. Price die heeft een beter seizoen dan Bunting. Bunting komt langzaam terug en Price hoort nu echt gewoon bij de beste van de wereld. Dus ik denk echt wel dat Price hem gaat pakken hoor. Nou, er is ons nog 1 wedstrijd voordat we bij de Nederlands komen. Daar speelt Ian White. Ian White heeft dit jaar 3 Eurotour finales bereikt. Heeft hij 2 van gewonnen. 1 van Peter Wright en 1 van Michael van Gerwen. Die van Michael van Gerwen was in Zwolle. Was Michael niet heel blij mee. Nee. Maar ja, heeft op tv nooit goed gepresteerd. Heeft wel tegen ons gezegd van, nou ja, dit jaar zal wel eens het keerpunt kunnen worden. Zal dit echt het keerpunt wezen of... Nee, ik geloof het niet. Ik denk dat Ian White nooit op tv goed zal presteren. Het is zo stom om te zeggen. Want Ian White, hij wint ongelooflijk veel wat jij net zegt. Op de vloer en op de Eurotour. Maar als jij een Ian White op televisie ziet, ja, daar ga je niet voor zitten. En met name tegen Joe Cullen, die ook niet in vorm zit. Ja, is dit voor mij eigenlijk een typische wedstrijd waar ik even wegzap. En gewoon kijk wie er uiteindelijk heeft gewonnen. En dan zie ik waarschijnlijk dat Ian White gewoon heeft gewonnen. Maar een spektakel gaat het denk ik niet worden hoor. Nee, nou, ik denk wat wel spektakel zeker gaat worden is James Wade tegen Jeffrey de Zwaan. Ja, klopt. Jeffrey de Zwaan die natuurlijk vorig jaar op dit toernooi geweldig wist te presteren. Op zijn eerste matchplay en de halve finale wist te halen. Door onder andere Chisnall Lewis en... natuurlijk Michael van Gerwen te verslaan. Het is dus blijkbaar zijn toernooi. Hij speelt ook erg solide op de vloer. Maar James Wade is ook erg goed hoor. Dus ik durf hier eigenlijk gewoon niemand aan te wijzen. Dit wordt sowieso echt een potje om naar te kijken. En ik denk wel een potje van hoog niveau. Wade, vorig jaar niet goed met play. Zeker de eerste ronde kreeg hij het heel lastig. Volgens mij speelde hij tegen Jermaine Watinmena vorig jaar op de World Matchplay. Ja, het is toch niet helemaal het jaar van James Wade tot nu toe nog? Nee, nog niet helemaal het jaar, maar hij laat echt wel wat leuke dingen zien. Maar wat ik net al zei, James Wade heeft heus beter gedart dan dat hij nu dit seizoen heeft laten zien. Maar het blijft altijd een taaie. En Jeffrey de Zwaan moet nog maar even laten zien dat hij het ook dit jaar weer opnieuw zo goed kan presteren op dit toernooi. Ja, het is natuurlijk een tv-speler, Jeffrey de Zwaan, dus ik denk zeker dat het mogelijk is. Maar het wordt wel lastig inderdaad, maar ja, wat we hem vorig jaar hebben zien doen, dat was ook niet niks. Nou ja, dat was gewoon geniaal. Niks meer over te zeggen, nee. Nou, dan hebben we de eerste Nederlander gehad, gaan naar de tweede Nederlander, Jermaine Watinmena tegen Mensah Suyovic. Ja, ook dit is een wedstrijd waarvan ik denk, dat kan echt alle kanten op gaan. Suljevic, ja, die ook dit weekend op de German Darts Masters was hij niet per se geweldig. Hij heeft wel leuke dingen laten zien, ook wel eens boven de 100 gemiddeld. Maar hetzelfde heb ik eigenlijk bij Jermaine Watinmena. Die heeft op de vloer heeft hij echt goed gedart. Heeft hij gemiddeldes laten zien... die echt ongelooflijk goed waren. Maar ja, je zag hem bij de World Cup. Dat is natuurlijk wel een ander soort toernooi, zo'n koppentoernooi. Maar ook daar, ja, daar was hij eigenlijk gewoon niet goed genoeg voor. Nee, ja, ik denk dat dit een vrij makkelijke overwinning wordt voor Suljevic.
Omdat wat die benen, hij had altijd een steekje vallen op grote toernooien, vind ik. Dan heb hij dit jaar op het 2K, heb hij zich wel het tegendeel een beetje bewezen. Maar ja, had hij toch naar zich toe moeten trekken. Ook al was het tegen Gary Anderson. Mm-hmm. Nou ja, bij Gary Anderson aangekomen. Die gaat spelen tegen Danny Noppert. Ja, nou, leuke wedstrijd ook. Nederlands hebben het sowieso goed getroffen. Maaithuis met de tegenstanders natuurlijk. Slechter kan je bijna niet loten, zou je zeggen. Maar inderdaad, Gary Anderson tegen Danny Noppert. Anderson die heeft totaal geen wedstrijdritme. Speelt ongelooflijk weinig wedstrijden, ook dit jaar. Maar kan natuurlijk nog steeds supergoed darten. Dus ik denk, ondanks dat Danny Noppert ook op de vloer prima presteert, denk dat alsnog Gary Anderson deze wedstrijd wel in zijn broekzak kan steken. Ja, we hebben het wel over weinig wedstrijdritme bij Gary Anderson. Vorig jaar heb je ook niet al te veel gespeeld. Hij heeft natuurlijk wel World Cup gespeeld, Premier League gespeeld. Ja. Maar goed, ook weinig op de vloer. Dus ja, hij mist eigenlijk een paar weken Premier League mist hij. Ja, leuk. Ook demo toernooi. Vorig jaar vloog hij er ook het World Series toernooi voor de matchplay, de eerste ronde eruit. Ik denk dat hij toch wel ver gaat komen, hoor. Ja, ik beschouw Gary Anderson toch echt nog wel. Zeker nu Michael van Gerwen wat minder in zijn vel zit, vind ik zelf Gary Anderson gewoon de beste darter van de wereld. Ik weet niet hoe jij je daarin zit. Ja, ik denk dat er toch twee mooi zijn. Er zijn twee grote favorieten. Dat is toch heel duidelijk. Dat is Gary Anderson en Michael van Gerwen. Daaronder zit een Gavin Price. En ik denk dat je daaronder kan een hele grote lijst gaan maken met een Peter Wright. En ik denk dat soort jongens, er zijn te veel kanshebbers. Maar als je echt twee namen moet noemen, dan zeg ik echt wel Michael van Gerwen en Gary Anderson. Ja. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Nou, dan gaan we naar de ene laatste Nederlander. Ja, Vincent van der Voort speelt tegen Peter Wright. Ja, ik geef hem alle kans. Vincent is in principe een top 16 speler. Alleen gewoon niet constant genoeg. Nee, ja, ik vind het sowieso leuk dat hij weer op dit toernooi staat. En dat verdient hij ook echt wel. Hij heeft er hard voor gewerkt afgelopen seizoen. Als ik een gokje moet wagen, dan kies ik toch voor Peter Wright. Want je wint ook niet zomaar dit weekend de German Darts Masters. Dus ik denk Peter Wright dat hij hem wint. Ja, ik denk toch Vincent van der Voort. Of in ieder geval, ik hoop Vincent van der Voort dat hij naar zich toe trekt. Het zal hem enorm gegund zijn. En daarna denk ik dat er een hele mooie weg open ligt. Ja, dan gaan we naar de laatste. En misschien toch wel de wisselvalligste Nederlander. Laatste. Elf wedstrijden niet boven de 100 gemiddeld geweest. Veel verloren, onnodig verloren, totaal niet zijn niveau. Michael van Gerwen zit toch niet helemaal lekker in zijn vel, denk ik. Nee, dat klopt. Wat ik ook opvallend vond, is dat hij, opvallend, wat bij hem wat minder goed uitkomt, is dat die laatste Players Championship wedstrijden, de wedstrijden die meetellen, die heeft hij niet gespeeld. Dus daar heeft hij ook niet kunnen laten zien wat hij kan. En als je inderdaad dan net de wedstrijden daarna wat minder gaat spelen, op de US Darts Masters en de German Darts Masters, als je daar dan het niet kan laten zien, dat gaat denk ik wel in je hoofd zitten. Al denk ik dat Van Gerwen dat ook wel goed kan wegzetten en gewoon weer vol kan knallen deze matchplay. Maar we zullen het in de eerste wedstrijd tegen Steve Beaton zien. En hoe hij dan speelt, dat zal het hele toernooi bepalen, denk ik. Ja, hij speelt tegen de Bronze Adonis, die echt aan een geweldig jaar voor hem toe is. Heeft tot nu toe alle Eurotours gespeeld. Heeft zich in de top 16 van de Eurotour Order of Merit gespeeld. Is weer op weg richting de top 16. Ja, dat is op zijn leeftijd toch wel echt een enorme knappe prestatie, mocht hij als top 16 speler naar het WK gaan. Ja, dat is echt ongelooflijk, die Steve Beaton, die is er al zo lang bij. Heeft ook al die jaren dat de tourkaarten er was, heeft hij die gewoon lekker gehouden. Heeft niet altijd in de top gestaan, maar inderdaad nu, ook met name op die Eurotour, daar is hij gewoon altijd bij. Dat is echt ontzettend knap. En hij zal het Van Gerwen moeilijk maken, maar Van Gerwen die zal echt nog wel de betere in deze partij zijn. Ja, nou, ik hoop hier misschien ook op een verrassing, maar ik denk toch dat Michael van Gerwen het naar zich toe gaat trekken. Dan onze vooruitblikken op de World Matchplay. Die wordt gespeeld in Blackpool. Na de World Matchplay zijn wij terug. Dan gaan we vooruitblikken op de World Series in Australië.
En wie weet met een speciale gast. Verder wordt voor de BDO wordt nog de Luxemburg Open en de Luxemburg Masters gespeeld. Nou, ik denk dat wij alles op deze manier hebben behandeld. Nou, en welke er komt nog een leuk interview aan volgens mij. Er komt zeker nog een leuk interview aan. We gaan voor de Velmer Tour in Hildesheim, die weken voor, hebben wij Geert Neentjes te gast in onze podcast. Nou, hey, hartstikke leuk. Ik kijk er naar uit in ieder geval. Ja, nou, ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren. Ik wil Pim bedanken als host, als co-host. Wij danken Dutch Club Midden-Nederland en Pools.com. Wij zijn terug in de week voor de nieuwe World Series.